Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland with Teeman and Arl. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride. I knew a man. Goedenavond, luisteraars. Weet u weer welkom bij 2 uur country muziek in het programma Countryland. Met vanavond Harro naast mij. Goedenavond, Harro. Dag. En Johan zit tegenover mij voor de techniek. En Valerie is er weer voor alle bijkomende en ondersteunende functies die er nodig zijn tijdens een uitzending. Ja. Dus. Veel muziek dus. Ja, we begonnen met Del Watson from the Great Dale Watson. Ja, ja, je moet geen Del zeggen, het is de Del McCoury of zo. Oh, ja, maar dat vind ik. Daar zit die Griekse eibe in. Nee, gewoon Dale. Oh, gewoon Dale. Dalen, maar ja, dat kun je in Nederland niet maken. From the Cradle to the Grave. Het is vandaag even een kleine herinneringsdag. Want gisteren was er natuurlijk 11 september. Ja. 19 jaar geleden, maar daar komen we straks op terug. En vandaag is het de sterfdag van Johnny Cash. En daar komen we ook straks op terug. Ja, goed. We riepen al het ritme van het nummer van Dale Watson. Dat deed ernstig denken aan Johnny Cash. Ja, zeker. Dus goed, dan gaan we naar voor jou weer een nieuwe aanwinst. Hilo Brown. Daar had ik, geloof ik, al niet zo heel lang geleden ook een plaat van aangeschaft. Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, maar nu heb ik er eentje met gospel favorites. Oh. En daar ben ik dol op. En die klinken altijd zo mooi bij al die bluegrass mensen. En trouwens ook de echte, of de gewone country zangers en wat dan ook. Ja. Dus ja, die moest ik hebben. Wait for the light to shine. Nou, dat is toch een prachtig nummer. Mooi, hè? Ja. Hey, maar weet je, we krijgen soms van die kleine weetjes krijgen we opgestuurd. Dat is mij bekend, ja. Hallo. Ik ben er dol op. Die heet dus eigenlijk officieel Frank. Ja, het stikt van de namen die veranderd zijn. En maar weet je waarom hij Hilo heette? Hilo! Ja, en dat komt omdat hij dus heel hoog kan zingen en heel laag. Ja. Dus. Hilo. Hilo. Ja, ik wil er niet al te overdreven voorkomen, want mijn high is heel anders dan mijn low, geloof ik. Ja, nou, maar ik heb een mid. Dat is fijn, maar ik laat het ook graag over aan mensen als Hilo Brown. Dat gaan we zeker doen. En we gaan naar Nederlands. Ze hebben ooit eens een keer, al jaren geleden, een dubbelaar uitgebracht. Een akoestische en een gewone elektrisch versterkt. Elektrisch versterkt. Ja, en wat ik toen in die tijd al een heel mooi nummer vond en waar ik eigenlijk wel heel fantastisch blij mee was dat ze die op deze cd hebben gezet, is een nummer wat gezongen is met Rhonda Vincent. Ja, heb ik nou een kerst-LP van. Een cd. Sorry. Heb jij van Rhonda? Van Rhonda. Ja. Dus ik laat hem nog even liggen. Ja, nou dat komt dus wel. Hoor. Ja, het is nog geen kerst. Dus. Alhoewel, ik krijg op het moment al regelmatig materiaal opgestuurd met kerstgroeten en kerstcd's en weet ik veel alles wel. Dus. En de band Change of Key en The Gift of Giving. Ga met ons zingen. Want The Gift of Giving, dat is zo mooi. Toch mooi hè, dat je als Nederlandse band Rhonda Vincent op je cd kan krijgen. Jazeker. Maar ze hebben ook Tim Groats hebben ze er ook bij. Die doet heel veel voor hun. Die heeft ze helpen opnemen, inzingen, inspelen. En ook allemaal op deze cd. Want deze hadden ze helemaal in de States opgenomen. Het grootste gedeelte wel, ja. Ja. Dus, nee, prachtig. Ricky Skaggs. Ja, die neemt alles op in de States. Ja, dat lijkt me niet dat hij naar Nederland komt. Nee. Dat is waar. Ja. Ja, die heeft een. Nou, ik heb een CD. Er zijn 2 LP's op verzameld. Uit 81 en 82. Dus het is al op leeftijd. Ja, Ricky Skaggs is natuurlijk nooit overjarig. Dus nee, die kunnen altijd meegaan. Een stuk, hè? Dus ja, luister maar eens naar deze.
a gal that's sweet to me. Now on Countryland, you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week. Goed, we hebben vanavond dus weer drie platen die ik gevonden heb. Het zijn bluegrass nummers, maar goed, dat is ook wel eens een keer mooi. Dat doen we eigenlijk heel weinig. We pakken eigenlijk, ja, tenminste wel over het algemeen in de uitzending, maar niet in de oude doos. In de oude... Nee, dat is... Nee, ja. Sommige van die oudjes die komen redelijk in de buurt hoor, van de bluegrass, maar het is soms ook gewoon een hele oude country, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dat, maar goed... we hebben dan de drie platen voor vanavond. De Bear Bridge Band. Ik ken ze zo niet, maar goed, ik ben ze pas ergens tegengekomen. Ik denk dat weinig mensen hem kennen. Nee. En dat is I'll Never See My Home Again. En dan de band Sand Mountain. Boys. Boys, die is weggevallen. Ach, de Boys is weggevallen. Dat trekt... De regel niet, hè? Nee, You Were Sent From Heaven. En dan de laatste is de Warrior River Boys. Het is allemaal Band of Boys muziek vanavond. Ja, maar dat doen ze graag, hè? Ja. Het is heel vaak een beetje familiebijeenkomsten, dat bluegrass muziek, vind ik. Met jongeren, of in dit geval met wat ouderen. Maar het is altijd... Het zijn vaak de Johnson Mountain Boys. Zo zijn er heel wat boys op deze wereld. Be careful of stones that you throw. En we beginnen dus met de Bear Bridge Band. De minder oude doos dan wij verwacht hadden. Als je de gezichten op de foto ziet, dan denk je van... Die gaan al een tijdje mee, hoor. Ze zijn niet zo verschrikkelijk oud als Jimmy Rogers of zoiets. Nee. Ik kan wel ook even zeggen dat we dus ook nog twee boxen hebben met gezamenlijk 40 cd's. En daar staan dus ook echt oude muziek. En niet alleen maar bluegrass, maar ook van alles weer. Gaan we dan maar gebruiken. Ja, iedereen komt hier aan zijn trekken. Hè? Dat vind ik ook. Laten we wel wezen. Maar het was weer een gospel, hè? Het was weer een gospel, dus. Van wie van uw lieden werpt de eerste steen? Ja, nee, begin ik niet aan. Nee, dat moet je ook niet doen. Dat is ook een boodschap naar... Ja, dat snap ik. Ja. Dus dat hadden de Warrior River Boys het over. En we gaan naar, ook een van jouw favorieten volgens mij. I'm a Tressa Burke. Ja. Een geweldige, zangeres. De singer-songwriter kun je het weten. Er zijn heel veel mensen die hebben liedjes van haar gezongen. En die zijn natuurlijk ook zonder meer prachtig geworden. Maar als ze zelf zingt, vind ik toch ook wel erg leuk. Confederate Railroad, Summer in Dixie. Ja, moet mooi zijn. Ja? Ja, denk ik. Zo. Ja. Plaat uit 94. Dat is ook alweer oud, hè? Dat is al, de enige die niet oud zijn, dat zijn wij zelf natuurlijk. Ja, wij zijn niet oud. Want wij denken van alles en nog wat. Maar wij denken dat slaat nergens op. Nee. Maar goed, dat geeft allemaal niks hoor, want... We krijgen nu een beetje een blokje Carter Family. Ah. Kijk, want een tijdje terug... we hebben al een tijdje niks gedraaid van de Carter Family. Nee, zeker niet. En dat is natuurlijk eeuwig zonde, want die hebben zulke ongelooflijk klassieke liedjes gemaakt voor de country. Ja. Dat het hoog tijd werd. En ik heb een dubbel cd, die heet The Unbroken Circle. De muzikale erfenis van de Carter Family. En daar hebben we al... redelijk wat van gedraaid. Maar er staan allerlei jonge lieden op... die van de huidige pop-rock scene... die hebben liedjes gezongen van de Carter Family. Maar er staat bijvoorbeeld ook een uitvoering op... van het nummer, even kijken hoor... Rambling Boy... door de Del McCoury Band. For me... De Carter Family. Met een van hun grootste klassiekers... You Are My Flower... 1938, in Charlotte, opgenomen. Terechtgekomen op een van de vele verzamelaars van de Carter Family, de Country Music Hall of Fame. Eén groot luisterplezier. En dat is echt genieten, vind ik, ja. Ja.
Die Kathleen Edwards. Ja. Wat heb je daarover? Nou, ja, daar kan ik van alles over vertellen, maar dat ga ik niet doen hoor. Want echt waar niet? Nee, je moet haar horen. Hè. Of vind ik dit was de eerste cd die ik van haar kocht, per ongeluk. En ja, ze was wel interessant. En ik had wel eens iets gehoord, geloof ik, of gelezen. En die cd heet Failure. En inmiddels hebben we die hele cd al wel eens een keer gedraaid. Oh. En sommige nummers nog wel eens een keertje hoor, want... ja, en thuis draai ik hem gewoon in zijn geheel achter elkaar. En dan ben ik er nog steeds heel erg blij mee. Dus ik dacht van, ik neem hem gewoon weer eens mee. En dan draaien we het allereerste nummer van die cd in Kunstland. 6 o'clock news. Wayne Edwards. Op haar eerste cd. Was dat de eerste cd van? Ja. Heeft ze nog meer uitgebracht? Ze heeft gelukkig nog meer uitgebracht, maar hebben we ook gedraaid hoor. Ja, je kunt niet alles bijhouden. Nee, maar ik heb een stuk of 4 in de kast staan. En ja, ik vind ze allemaal mooi natuurlijk. Maar ik lees hier in de grote encyclopedie dat ze... Ja, in 2018 heeft ze een koffiebar geopend of zo. Met haar manager destijds. Ja? En toen is ze even, heeft ze een break genomen van muzikale leven. Ja. Maar ze zou nog wel... Ze sloot niet uit dat ze daarna nog wel eens wat deed, hoor. Maar ze heeft ook op Twitter een heel verhaal gehouden over haar depressie. Die haar al heel lang bezighoudt. En ja. Dat heeft uiteraard ook de nodige invloed uiteraard op het maken van muziek. Ja, de gevolgen die daar allemaal natuurlijk van zijn. Ja. Dus... misschien horen we nog wel eens wat en anders hopen we het beste voor haar. We hebben de muziek nog. Gelukkig wel. Ja. En ik draai hem. En jij draait ze. Hier. Ja, jij hebt ze. In Kunstland. Ik heb ze niet, dus nee, daar mag jij ze draaien. Ja, daarom. En jij hebt weer platen die jij draait en die ik niet heb. Nee, dat klopt. Ongeveer en daarom, een miljoen, hè. Dat, we gaan dan ook even kijken naar Jim Eanes. Ja, dat is weer een nieuwe aanwinst. Ook toch weer. Ja, en de Shenandoah Valley Boys. En dat is zo'n cd op het fameuze Bear Family. Helemaal goed. En dan staan er, ja, laten we wel wezen, 31 stuks op, hè? Kijk, dat telt nog eens aan. Ja, met compleet met jaartallen erbij. En daar hou ik zo van, want deze is uit 1954 in Little Spanish Restaurant. Hey, ja, mooi, hè? Prachtig, hè? Geweldig. Jim Eanes en de Shenandoah Valley Boys. Maart 1954. Nou, kijk. In Nashville, Tennessee. Hebben ze daar ook van die kleine Spaanse restaurantjes? Daar kun je, ik wou zeggen, vergif op innemen, maar nou, dat doen liever iets anders, hè? Dat doen niet in een restaurant. Nee, in Nashville hebben ze alles. Ja. Maar goed, het is wel lekkere muziek. Ja, en dan heb ik er nog 30 van, hè? Gelukkig. Hey. Daar ben ik wel zo blij mee. Nou, in een jaar ben je er doorheen, hoor. Ja. Nou, dat scheelt. Maar dan hebben we nog meer. Ik wou zeggen, je hebt nog wat muziek. En anders jij wel. Ja, nee, dat zeker. Daarom ook de volgende. Maar daar ga ik even wat meer over vertellen. Want het is vandaag toevallig de sterfdag van Johnny Cash. Overleden in 2003. Op deze datum van vandaag. En het mooie wat wij gehad hebben, Johan en ik... we zijn dus een jaar of... is het nu alweer 7 jaar geleden of 6? 6 jaar geleden zijn wij naar Amerika geweest... en hebben we dus heel erg lopen zoeken... naar diverse graven van bekende artiesten. En Snow en veel meer van die bekende artiesten waar we geweest zijn. Maar ook eentje was Johnny Cash. Ja. En... dat heeft ons wel het een en ander gedaan. Want we hebben er foto's van gemaakt dat we dus bij het graf zitten, Johan en ik. En dat we daar het grafsteen vasthouden. En dan krijg je toch wel even een heel apart gevoel krijg je daarbij als je dat doet. En hij is ook onze jaarartiest geweest. En ook toen hebben we er volgens mij aandacht aan besteed aan het overlijden van Johnny Cash. Mm-hmm. Hij heeft ook een cd en die heb je nu in je hand, Haro. En dat is Johnny Cash and Friends. Vrienden, ja. Ja. Oh, er staan hele aardige mensen op, ja. Ja, heeft hij dat erbij gezocht? Ja, dat lukte hem wel. Hij had veel vrienden, volgens mij, in de business. Het was een geliefd man
ook wel nadat hij met June Carter getrouwd is, is het toch een heel ander iemand geworden, vind ik. Ja. Maar dat kwam wel, zo jij dat mooi altijd zegt, hij is in de Heer gekomen en daardoor is hij wel. Ja, maar dat. De pillen liet hij nog steeds niet staan, geloof ik. Maar nee, dat, maar die had in zijn gitaarkoffer zitten. Nee, en, maar ja, hoe dan ook, je kunt. Ik vind het altijd zo prettig als je van Johnny Cash. Van wat voor, als iemand vraagt van wat voor zanger is dat nou? Dan zeg je ja, Johnny Cash is Johnny Cash. Ja. Hij was country, hij was rock, hij was modern. Nou, bluegrass nog net niet. Nee, maar het was een singer-songwriter van geweldig formaat. En hij was uniek. En dat doet hij vanavond dan met Tom T. Hall. Johnny Cash en Tom T. Hall. I'll go somewhere and sing my songs again. Prachtig. Ja, en dankzij de CD en andere opname faciliteiten kunnen we nog steeds van al die liedjes genieten. Ik kan er zoveel laten horen. Dat doe je toch ook? Ja, maar goed. Wat ik aan cd's heb, aan originele cd's. Mm-hmm. Maar helemaal wat ik aan mp3 cd's heb. Fantastisch, zoveel. Uh-huh. Ik denk dat het over de 100 is die ik op mijn lijstje heb staan. Ah. Ja. Maar dat hebben we dus vanavond niet. Nee, en we gaan. Maar zometeen nog een heel uur, hè? Straks hebben we nog een heel uur. Dus u gaat nu luisteren naar nieuws en reclame. En hoort ons straks weer terug. Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer vrolijk doorgaan met die mooie muziek. Zelf country, bluegrass, oldtime en alles wat erbij hoort. En ja, we hebben weer zoveel muziek vanavond waar ik echt van kan genieten. Ja. Dus wij nemen aan dat we daar ook de luisteraars thuis blij mee maken. Daar gaan we zonder meer van uit. De Mountain Fate. Ja. En de Mountain Fate, dat is een bandje waar dus Braden McMahon en Summer McMahon in spelen. Oh. En de rest zijn gastmuzikanten. Maar de band Mountain Fate bestaat eigenlijk niet meer. Ach, dat is nu geworden Summer en Braden als bandnaam. Oh. Ja. Maar goed, wij hebben deze nog gelukkig gevonden. Ja, en zijn ze daar ook een beetje veranderd qua geluid, of is dat? Nou, het is wel bluegrass gebleven. Oh, toch wel. Ja. Oh, okay. Dus. Nou, mooi. Absent from the body. Ja, ik heb niet goed naar de tekst geluisterd, dus ik kan niet zomaar even roepen van. Nee, ik. Nou, ik hebben het niet over. Wow. Ja, iets waar we zeker meer wat van weten is van de Loving Brothers. Want dat is jouw moment weer. Maar dat gaan we lekker niet vertellen hoor. Want, jammer. Dan zijn we weer de hele avond bezig. Hè? Maar oh jee. The Loving Brothers, My Baby's Gone. Zo heet de CD. Een qua LP vroeger uitgebracht in 1960. Mm-hmm. Dus hetzelfde. Dat betekent wel dat er maar 12 nummers op staan. Dat ja, doet jammer, mij altijd een beetje verdriet. Maar ja. En je hebt. Door al die verzamelboeren van de cd-maatschappijen. Die zetten nogal eens een keer diverse nummers op diverse cd's. Dus nu ben ik gekomen aan het vijfde nummer van deze cd. En dat is You're Running Wild. Die hebben we wel eens vaker gedraaid. Misschien wel 2 keer zelfs. Maar vinden wij dat erg? You're running wild. You're running wild. Het is wel een nummer met heel veel echo, galm. Wat heet, alsof ze het toen net hadden uitgevonden. Volgens mij stonden ze met z'n tweeën in een douchecel. Ja, of onder een viaduct of zo. Ik weet het niet. Maakt niet uit. Ja, iedere keer als ik dit nummer hoor, dan denk ik van oei, 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 oei. Maar ja, dan denk je van ach, het zijn de Loving Brothers. En die stemmen. Ja, die maken het allemaal weer goed. Het wat extra galm, denk je wel, vooruit. Ja. En anders kun je dat op de sterker nog wel eens een keer wat wegregelen. Hè? Ja, zeker. Dus. Ik vind het altijd een beetje moeilijk om hier wat over te vertellen. Want we hebben natuurlijk een dag gehad in 2001. Dat iedereen is wakker geschrokken van wat er toen gebeurde in New York, de Twin Towers. Mm-hmm.
En daar heeft Jos vandaag een fantastisch mooi stuk over geschreven. En dat moet u maar eens gaan lezen, de blog. De documentaire die nooit was gepland. En dan moet u maar eens kijken wat daarin staat. Want het is echt heel bijzonder. En ook die brandweerman, die Michael Comerata. Hij had hem 10 jaar eerder, had Jos hem nog gezien in Amerika. Had hem nog gesproken. En dat... dan denk je ook van, ja jongens, zo'n gebeuren in die Twin Towers. Dat is toch wel heel erg verschrikkelijk. Voor de blog kunt u gaan naar www.countryland.nl. En dan gaat u naar de blog. Ik zou zeggen, lees dat elke week even en loop u achter. Dan staan ze er allemaal nog wel op. Dus u kunt alles nog weken teruglezen. Dus, maar goed. Jos, je hebt het weer fantastisch gedaan. Het heeft mijn... even kijken, ja, ik had nog een stukje wat, maar daar kom ik nou toevallig gelukkig weer net tegen. Muziek herenigt, muziek troost, muziek geeft een boodschap en meer geeft een boodschap, meer kracht. We komen steeds weer terug op die muziek en die muziek die laten wij vanavond horen door Alan Jackson en het nummer Where Were You When the World Stopped Turning. Where were you when the en inhoud, wat ik vind, ja. Die spreekt voor zichzelf. Die spreekt voor zichzelf. Goed. Alan Jackson. Alan Jackson was dat dus. Ja. En ik zeg het nog een keer. Lees de blog van Jos. Want daar komt het allemaal weer even in terug deze keer. Ja. Charlie Sizemore Band. Ja. Dat had je... Of had ik die? Ja, ik heb nog steeds maar 1 cd van hem. Oh, dat jij had hem. Betreur ik zeer, hè? Good News heet die. En het was inderdaad, toen ik hem binnenkreeg, een goed nieuws. Want ik draai hem nog steeds met heel veel plezier. Ik kan nog even vertellen dat we krijgen vanavond nog het een en ander aan Bluegrass. Mm-hmm. En ik zie hier de naam ineens van Doyle Lawson verschijnen. Die heeft wel eens een liedje van hem opgenomen en... Dat geldt ook voor Ralph Stanley en Jimmy Martin. Dat zijn tenminste een mooie naam, hè? Ik kwam zeggen, ja. En nou ja, zelf zingt hij ook niet onaardig, moet ik zeggen. Emmy was born a red dirt girl on April 2, 1947 in Birmingham, Alabama. Emmy Lou took piano lessons, played saxophone in the school marching band... And learned to play a few folk and country songs on a K guitar. Mama never seemed to miss the finer things of life. If she did, she never did say so to Daddy. Oh yeah, because every once in a while there's a song you want to do, and I don't think that the fact that I'm a country singer should stop me from trying other things, but I always come back to country because that's... I didn't grow up in a family where people sang. I was the only one. I was kind of the weirdo. Folk music drew me in through the storytelling. Het 18e studioalbum van Emmylou Harris werd uitgebracht in september 1995 en kreeg de titel Wrecking Ball. En met dit album nam ze afscheid van de bekende akoestische countrymuziek en maakte ze echt de overstap naar een veel commerciëler geluid. De hoofdverantwoordelijke hiervoor was de producer Daniel Lanois... die het meest bekend is van zijn werk met de Ierse rockband U2. En waar de diehard Emmylou Harris fans niet echt gelukkig waren met Wrecking Ball... slaagde Emmylou Harris er wel degelijk in om een ander publiek te bereiken... getuigen de verkoopcijfers en de noteringen in de Billboard pop- en rock albumlijsten. Van dit album Wrecking Ball koos ik als eerste voor het nummer Every Grain of Sand... een nummer van Bob Dylan uit 1981... was een schitterende album Shot of Love. En dan hebben we het over de periode waarin Bob Dylan veel nummers schreef met een christelijke boodschap. En zo staan in dit nummer verschillende verwijzingen naar teksten uit de Bijbel.
En vanwege de uitzonderlijk goede songteksten en de prachtige beeldspraak wordt dit nummer door velen gezien als een van de sterkste songs uit het rijke werk van Bob Dylan. Maar voor de liefhebbers van de countrymuziek kreeg dit nummer weer extra veel betekenis toen Emmylou Harris dit nummer samen met Sheryl Crow zong bij de begrafenis van Johnny Cash in 2003. En alleen daarom al mag het niet ontbreken in ons verhaal over Emmylou Harris. En op deze versie horen we onder andere de drummer Larry Mullen Jr. van de band U2. En we horen ook nog Steve Earle op de akoestische gitaar. Maar probeer vooral ook te luisteren naar de ongekend mooie tekst van Every Grain of Sand. Like every grain of sand. Emmylou Harris. Every Grain of Sand. Het mooie is dat eigenlijk dat we weer een cirkeltje rond hebben vanavond. Bijna. Zometeen nog één nummer en een heel cirkeltje weer rond. The circle can't be unbroken. Nee, dat, gelukkig hebben wij country muziek. En dan heb je dus de cirkel. Daar draait alles om. Ja. Zo in countryland dan, hè? Paul Overstreet. Ja. Een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, en ik zit net weer even te lezen. Hij heeft een paar nummers voor, hij heeft een paar nummers geschreven die Randy Travis bekend heeft gemaakt. Ja. Waaronder Forever and Ever, Amen. Ja. Maar nog een stuk of wat hoor. En hij heeft ook, er zijn meer mensen die liedjes van hem hebben gezongen. Maar hij heeft zelf ook platen gemaakt. En dat deed hij best aardig. Ik heb er maar eentje. Love is Strong. En dan van deze. Doyle Lawson en Quicksilver. Troubles Hanging at My Door. Van de CD. Pressing on Regardless. Oh. Een CD die ik nog niet had van hem. Ja. Opgenomen in de States. Dus niet een keer in Nederland. Want daar heeft hij ook opnames gemaakt. Ja. Ja, klopt. Dus ik dacht van nou, welkom aanvulling. Goed, en dan gaan we naar Patsy Cline. Dat is een tijd geleden. Dat is een hele tijd geleden. Oh, jaren 60. Jammer genoeg is zij omgekomen met een vliegtuigongeluk. Met nog een stuk of wat mensen. Ja, ja, veel te veel van die bekende. Ja, zijn maar altijd te veel natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar ze was goed vriendin van Tammy Wynette. Loretta Lynn. Mm-hmm. Dat waren toch wel grote namen toen in die tijd, vond ik. En eigenlijk, als we Countryland nu zo bekijken en beluisteren... dan zeg ik, die horen eigenlijk ook wel in de uitzending. Want we draaien van Patsy Cline natuurlijk nu wat... en daar heb ik ook een cd van. Ja, maar jij draait zo nu dan. Met Tammy Wynette Nee, dat doe je nooit, hè? Nee. Nee, waarom doe je dat niet? Dan heb je platen van in de kast staan. Ja. Kijk. Dus. En dan doet hij dit. Johan, snap jij dat? Ja, ik ook nooit, hoor. Maar nee, en zo nu, dan komt hij dan toch aankakken. En ja, dan doet hij het toch weer, hoor. Dus dat valt allemaal reuze mee. Ah. En verder draait hij heel veel mooie muziek. Maar ja... Je kunt niet altijd alles draaien. Dat is zeker. Het volgende wat ik nu ga zingen, dat bedoel ik niet bij jou, hoor. Jo, maakt mij ook niks uit, hoor. Ik hou best van enige aandacht. En als je dat weer zo hoort, dan denk je het alweer met geld te maken, hè? Het is gewoon een kwestie van eerlijkheid. Ja. Want je moet waarvoor je geld kiezen of zoiets. I love your money. I love your automobile. Nou, ook dat nog. Ja, dat zal niet een Volkswagentje geweest zijn. Dat denk ik ook niet. Nee, en vooral in Amerika niet. Daar komen ze bijna geen Volkswagens tegen. Het moest minstens 6 meter zijn. Hè? Ja, en 3,5 meter breed. En, en 1 op 2 rijden en zo, hè? Ja, dat is bij elke bocht tanken, dus... Maar goed. We gaan het cirkeltje rondmaken zoals we het al over hadden... We hebben dus Johnny Cash gehad. We hebben Emmylou Harris gehad. Die dus bij de begrafenis van Emmylou Harris het nummer zong wat we hebben laten horen. En degene die met Emmylou Harris meezong was... Sheryl Crow. Sheryl Crow. Ja. Ja, ze zingt mooi, hoor.
Ja, dat weet ik, ja. Ach, hier is ze homesick. Ja, ze was zo homesick dat ze het verkeerde liedje inzette, zeg. Ja, maar goed, weet je wat het probleem is? Nee. Ze wil het nog een keer proberen. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb er geen last van, hoor. Homesick, ja. Nee. Nou ja, maar het is altijd moeilijk afscheid nemen van haar, hè? Ja, ja. Sheryl Crow. Feels Like Home, heet de cd ook. Weet je wat, eigenlijk is er een hele bekende die ook meezingt in dit nummer. In dit nummer? Ja, Zac Brown. Van de Zac Brown Band. Oh, ja? En dat is dit. Goed, dat was dus de Zac Brown Band. En die Zac Brown die zong dus met haar mee. Aha. Dus. Maar niet in het vorige nummer, neem ik aan. In dat nummer van Homesick. Homesick, ja? Ja, Johan herkende zijn stem daaruit. Ik heb even zitten kijken wie er allemaal meededen zo aan nummer 8. Ja. Had nummer 9 moeten zijn. Nummer 9. Ja, dan kom je niet verder als je naar het verkeerde nummer kijkt. Nee, ja. Oké. Okay. Nee, dankjewel, Johan. En okay. App natuurlijk, want Appipedia die had het ook allemaal in de gaten. Laat dus, ook een en ander weten altijd. Ja. En we gaan naar iemand die diverse malen in Nederland is geweest. Het bekende huisje in het noorden van het land. Ja, dus voor die speciale mooie kast heeft gestaan. Ja. En die daar... volgens mij hebben ze ook wel een paar cd's opgenomen in Nederland. Ja. Deze volgens mij toevallig niet. Maar Jovel... Dat klopt. Ja. De hoes is niet Nederlands. Niet Nederlands, nee. Nee, ik heb er nog wel een. Die is wel Nederlands. Ja, die heb ik ook nog thuis. Ja. En we gaan nu... dat is een heel bekende ook, hè? The Yellow Rose of Texas. Hey. Geschreven door Gene Autry. Ja. Je kent hem ook wel, hè? Gene Autry. Ja. Ja, ik moest steeds denken... er is een liedje van... dat gaat over Gene Autry en Roy Rogers. En dat wordt al gezongen door... het zou wel... The New Riders of the Purple Sage. Ah. En en in die tijd kende ik Jo Eumelen al. Ja. Althans, van zijn platen. En ja, dus sjouwde ik die platen steeds naar de studio... voor de opname op een bandje dan. En toen zongen die jongens dat liedje van... Gene Autry en Roy Rogers. Roy Rogers, hè? Roy Rogers, ja. Ja, ik zing het... Nee, ik neurie het nog steeds. Ja, zie je, Johan wordt er ook al we helemaal zenuwachtig. Volgens mij begint het spul een beetje vanzelf. We schieten weer niet op. Nee. Dus de installatie die wil dat opschieten. Maar ja, we hadden het over Jovel, hè, want die was bezig te musiceren. Ja, ja. Van de cd Diamond Joe. Weer een van de twee... dat is een van jouw aanwinsten. Ja, dus ik heb er twee van Jovel bij nu. Wij worden zo rijk, jongen. Oh, wij zijn dat al, laat ik het zo zeggen. We kunnen wel een radioprogramma gaan maken. Ja? Ja. Nou. The Country Gentleman. Oh. Daar heb jij ik heb wel wat materiaal van ze natuurlijk, maar ik zag dus een cd van The Country Gentleman... Sugar Hill Collection, dat is het label Sugar Hill. En dat is een heel fijn label. Dus als ik het ergens vermeld zie, dan denk ik van, oh, die kan ik hebben. Ja. En er staan er inderdaad 20 op. En ik heb voor alle zekerheid, want ik heb die cd nog maar net. Dacht ik van, nummer 1 is heel mooi. Nummer 2 is eigenlijk nog mooier. Nummer 3, toen heb ik hem maar gewoon laten gaan, want er was geen beginnen meer aan. Dat wordt steeds mooier. Het is echt uit een ontstellend goede periode. Want ze zijn ook wel eens een keer hier geweest. En toen ben ik weggelopen bij het concert. Want ik vond het helemaal niks. En die Charlie Waller, die zat te gieren en te dingissen. Dat je denkt van, joh, doe nou gewoon. Ja. En ik dacht, nee. Maar dat hij het kan... Dat blijkt. Ja. Hoor maar. The
The Country Gentleman. Come and sit by the river. Charlie Waller dus onder andere. Maar je hoorde ook weer Doyle Lawson, die een paar platen geleden met zijn eigen band bezig was. En Doyle Lawson was lid van deze band van 1971 tot 1979. Ja, een redelijke tijd. Dus. En dan gaan we naar de laatste plaat van onze uitzending. Mark Chestnut en Come On In. The Whiskey's Fine. Ja, oh, je moet even... de fles is leeg. Ja, de fles is al leeg. Ach. Is Brad Paisley langs geweest? Misschien wel, ja. Met Allison. Oh, nee, toch. Dat was dus weer twee kanten.